Wat zijn woorden opgeschreven als de kern ervan niet wordt begrepen? Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn. Hoe anders zou het zijn? Hoe anders zou het zijn? Ik ben een gezegend man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenend. Alles op de tekentafel, liefde. Geven is makkelijk, maar ontvangen van een heel ander kaliber. Ik ken mijn streken en mijn kracht. Ken de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht. Ik ben dankbaar voor mijn lach. Als ik dat niet had, was ik depri of suïcidaal. Ze zeggen, doe normaal, verman jezelf. Al gaat het goed, dit paradijs lijkt soms verdacht op een hel. Goed, ik sta versteld, sta stil en herinner me. Alles is er al van binnen. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter. En ze dragen het allemaal. Als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. We kunnen zij en Allah samen leven. Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn God, zeg maar waarom men zonder blijven kondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood, maar kruimels uit mensenhanden. Niet de jou of een zogenaamde duivel. Zeg, hoe is het nou, zo'n multispagaat? Er altijd zijn voor iedereen en alles. Beetje zoals mijn eigen ma. Zij is toch goed voor deze wereld. We willen meer, plus door de crisis is iedereen skeer. En dan de eeuwige strijd. Klopt drama, de deur is in ieder van de partij. Ja. Ja, we willen ons gelijk. Opgehangen aan ideeën van het liefst één waarheid. Lieve, hoe zou het zijn? Even een break. Deel ik het netjes of met de trein? Bootje baden in het universum, modder, wat verse koffie en de ochtendkrant. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draait het allemaal. Als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. Kunnen zij en Allah samen leven. Als de hemel valt, hemel valt. Druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Want als de hemel valt, zullen we het samen moeten doen.